Het kan of een 12-jarig jochie zijn. Van, die denkt van lol, laat ik het lollig zijn. Of wel iets, ik weet het niet. Of inderdaad zo'n echt zo'n oude vieze vet. Vieze oude grijze. Influencers Demi en Simone van Temptation Island hebben dit weekend een bericht op Instagram gekregen van een wel heel bijzonder persoon. Het zou John de Mol zijn. Nou, meiden, vertel even. Jullie zagen een leuke jongen op Instagram dit weekend en toen gingen jullie even DM'en. Nou, zo ongeveer ging het niet helemaal. Het was nee, ik kreeg gisteravond kreeg ik een berichtje van zogenaamd John de Mol. Heel discreet was hij. Een account wat denk ik net aangemaakt was. Ik was geselecteerd voor een auditie via Skype en met nog andere meiden. Zij deelde het bericht de volgende dag gelijk op Instagram. En ik moest eigenlijk wel lachen, want ik had hetzelfde bericht ontvangen. Dus meerdere mensen hebben een bericht gekregen van John de Mol. De zogenaamde junior, volgens mij trouwens, stond erbij. Volgens mij stond er junior bij. Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik niet goed naar gekeken. Ik ook niet. Had je ergens het idee van dit is echt John de Mol? Of dacht je gelijk, dit klopt niet? Nee joh, natuurlijk niet. Nee, kijk, ik ben niet zo heel naïef aangelegd. Dus ik ben, 1-1 is 2. Zeg maar. En normaal je dacht niet van nu word ik de nieuwe Chantal Jansen. Nou, nee hoor, dat was niet mijn eerste gedachte. Zeker niet, nee. Er zit een hele productieteam achter. Dus waarom zou John de Mol dat zelf natuurlijk... Hoeveel mensen hebben dit berichtje ontvangen dan? Ik heb wel twee berichtjes van Temptation gerelateerde mensen, zeg maar, die dan mijn bericht hebben gestuurd, ook hebben ontvangen. Ja. En, maar dit is dan iemand die gewoon meerdere leuke influencers een berichtje stuurt? Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk dat ze gewoon in contact willen komen op een gekke manier. En dat maakt ze niet echt uit wie, denk ik dan ook. Het kan of een 12-jarig jochie zijn, van die denkt van lol, laat ik het lollig zijn. Of wel iets, ik weet het niet. Of inderdaad zo echt zo'n oude vieze vet. Vieze oude grijze. Wat denk je zelf? Eén van de twee, het kan van alles zijn. Ik denk wel gelijk aan een vieze oude vent, maar fantasie, ja. Ja, en wat is de fantasie dan? Wat wil je iemand Ik denk dat iemand gewoon geilt op het feit dat... Dat ze aandacht, dat ze ook even belangrijk vonden. Ja, dat denk ik. Maar ze vragen worden. Je voor een Skype. Ja. Wat gebeurt er nou denk, als je Ik denk kijken, inderdaad dat iemand daar echt op ingaat. Dat diegene dan misschien zegt van, nou, mijn camera is stuk, weet ik van wat, weet je wel. Maar gaan we met jou deze auditie doen, bla, 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 bla. En dan dat iemand daar misschien intrapt. Ja. Misschien hoopt diegene dat. En dan vervolgens misschien dat hij dingen gaat vragen om via een webcam te doen, weet ik het. Ik zeg je, ik heb zelf vroeger ook zoiets meegemaakt met een webcam. Ja. Dat ik iemand op MSN had, dat was op MSN-tijd. En dat iemand gehackt was, en dat wist ik niet. En dat iemand ook aan mij vroeg van, doe de webcam aan. En dit en dit en dat. En uiteindelijk als dat verder was gegaan, dan had al iemand je... Toen was ik misschien 14 of zo, weet je wel. Je bent dan je gedachten... Ja, tuurlijk. Snap je? Dus je bent dat nog heel naïef. Ja. Je wilt ontdekken. Je hebt nog geen ervaring in het leven. Dus, en die hebben wij wel, inmiddels. Krijgen jullie vaker dit soort smerige, gekke berichten? Of, Aanbiedingen voor slipjes te kopen. Gedragen, ongedragen. Ondergoed, gedragen ondergoed, inderdaad. gewoon aanzoeken. Ja, gewoon bizarre dingen. Mag echt, ik ook van die vraag van, ja, en ik zoek nog een meesteres. En ik ga je betalen om onderdanig te zijn. Ik mensen van, die dat soort dingen. Bedrijf toe komen, mensen die bloemen sturen, mensen die inderdaad geld willen voor een gesprek aan te gaan. Stuur mij een tikkie en ga een gesprek met me aan, dat soort dingen. Wat voor mannen zijn dit dan die dit sturen? Ik ga er echt vanuit dat het mannen zijn. Het zijn vaak wel echt catfish accounts. Het houdt eigenlijk in dat ze geen bestaand profiel zijn of hebben. En ook niet met eigen foto's. Jochies van 13 of zo, of 12, echt jong, die zeg maar... op social media de ballen hebben om de actie te ondernemen. Om te zeggen van, ik date met mij, neuk me. Allemaal dat soort rare dingen. Yo, wil jij met mij dit of dat? Spreek je een vrouw zo aan? Maar ja, het gebeurt. Ja. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende ronde. Dat was hem.